Ja, ik ben hier vandaag op de zorgboerderij aan het Hoog in Rijkenvoort. Omdat er dus een foto-expositie is die ik hier op de boerderij gedaan heb. In contact gekomen met Peter van de dagbesteding. En ik heb met Peter een hele leuke, mooie fotoserie gemaakt, een portretserie. Maar het gevolg daarvan was dat de andere mensen die hier werken, die wilden ook graag. En dat zijn de 18. En dus eigenlijk is Peter, laten we zeggen, de basis van deze hele expositie. Dit is Erik, ook een hulpboer. Ja, ook een hulpboer. Hoe lang werk ik hier trouwens al? Ja, vanaf 2005, maar met tussenposes. Ja, vanaf 2005. Dus een veteraan, laten we maar zeggen. En dan wil ik graag iets zeggen. Ja, dat mag. Ik mocht dit jaar mee naar de Skybox met PSV. En ik heb eigenlijk nog nooit zo'n leuke dag gehad, maar het was ook een zeer moeilijke dag vanwege mijn problematiek die ik soms heb met mezelf, maar dat gaat steeds beter. En ik heb het gevoel dat ik nou op de goede plek zit hier op de zorgboerderij. Ja. Ja, wij vinden het een hele mooie plek, ook omdat het zo compleet is. Ze hebben kippen, ze hebben koeien, ze hebben een mooie groentetuin, fruit, varkens. Ze hebben alles. Het idee was om dus een portret te maken, een sfeer op de boerderij, hun werkzaamheden en een thuissituatie. Een hobby, of een huisdier, of de sportvereniging. Gerrit is de keeper van het G-team. Welk G-team? Welk G1? G2? G1 van een Olympia in Boksmeer. En daar heb ik dus Gerrit tijdens de wedstrijden. Ja. Er werd niet gescoord door de tegenpartij, dus dat was wel goed. Je hebt ze tegengehouden. Ze hebben gewonnen. En kampioen geworden. Hartstikke mooi. Het beste van iedereen is naar boven gehaald, naar mijn idee. Heel mooi gedaan. Ook dat er ook iets van de vrije tijd van de mensen te zien is. En het was echt hartstikke leuk om hier rond te lopen. Oh, dit is dus Peter, de man waar alles mee begonnen is. Peter heb ik het eerste gefotografeerd als de president, hè? Ja, ja. De president. Ja. En deze, hè? Ja, Peter. Ja. Stil, luisteren naar de president. Ja. Hoe vond je de foto's? Mooi. Mooie foto's. Ja. Die krijgt Peter, hè? Mag je mee naar huis nemen, hè? En mama. Ja, mama geven. Ja, kijk. Ja. Of je als iets zo. En aan je zus. Ja. Ja. Daar zie ik bijvoorbeeld op de foto's van een mevrouw die graag met de plantjes bezig is, denk ik. Ja. En iemand anders die zagen we met een stuk hout. Dus waarschijnlijk is dat iemand die maar graag met hout werkt. En dat is mooi uitgebeeld. Ja. En wat ik hier wil laten zien, is geen kunstexpositie, maar gewoon hoe ze zijn. Hoe fotogeniek ieder mens is. En vandaar ook de naam van Foto Uniek. Dat is wat ik eigenlijk wilde laten zien en ook natuurlijk deze modellen een beetje in het zonnetje zetten, want dat hebben ze zeker verdiend.